centimeter. 20. En dan komt hij aan. 5. Daar gaat de eerste. Daar is de eerste. Daar is de tweede. We zijn van het hoogje af. Ja, we zijn er. Er komen altijd zoveel vragen op mij af over dat bouwen en zo en hoe en wat. En uiteindelijk heb ik eigenlijk een top 3 van, ik mag toch wel zeggen, een top 3 van meest impertinente vragen. Wanneer is hij klaar? Nooit. Hoe lang ben je aan het bouwen? En doe je dat allemaal in je eentje? Wat kost dat? Om te beginnen met de eerste vraag, wanneer is je klaar? Ik heb altijd een hele exacte planning gehad. Namelijk volgend jaar. En dat elk jaar weer. Ik heb nog best heel veel te doen aan die boot. Om te beginnen, die zwarte uithouders, die beams, die zijn nog niet klaar. Die zijn nog zelfs nog ongeschilderd. Daar moet nog een stuk bij aan de voorkant. Hij moet in zijn geheel nog een keer geschilderd worden. Ook de drijvers die gaan groen worden. Natuurlijk moet er nog een mast op en tuigage en amarieren en dekbeslag. Ze hebben 3/4 interieur zit erin. Nog niet helemaal klaar, maar in ieder geval dat moet ook allemaal nog geschilderd worden. Dus voorlopig komen we nog echt niet aan het varen en ben ik nog wel even zoet met deze zaken. Waarom wint groen? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Zelfs hier in dit huis. het is toch een hele bijzondere boot. Dus dat verdient wat mij betreft ook een hele bijzondere kleur. En ik heb altijd een hele rare tik gehad. Dat als je nou ergens bent in een ver buitenland of in een baaitje of weet ik wat. En dat, je ligt ergens voor anker of tussen een heleboel andere boten. Dan wil ik gewoon in één oogopslag dat ding zien van mij. Van, kijk, dat is een tik, kan ik ook niet helpen. Hoe lang ben je al aan het bouwen? Dat is toch wel een dingetje geworden. Met onze vorige boot, de Senta, een aantal van jullie kennen die boot wel. We hebben een aantal jaren in de Middellandse Zee gezeild. En op een gegeven moment toch weer terug naar Nederland gekomen. En we gingen de Rhône op. De monding van de Rhône. En in die sluis zag een katamaran, een gele katamaran, echt om door een ringetje te halen. De schipper was een Duitser. En ik kwam met hem aan de praat. En hij zegt, die heb ik zelf gebouwd. Ik zeg zo, hoe lang heb je erover gedaan? Ook zo'n stom vraag natuurlijk. 14 jaar. 14 jaar, mijn hemel. Dan moet je toch wel een beetje getikt zijn, hè? Zo lang aan zo'n boot te bouwen. En ik had me toen voorgenomen, 14 jaar, dat ga ik echt anders doen. Ik ben uiteindelijk in 2003 begonnen. Dat is 15 jaar geleden. 50 weekenden per jaar, à 20 uur, dat is 1000 uur per jaar. Er staat een bouwtijd van ongeveer 8000 uur. Voor die boot is 7 jaar, 8 jaar. Dat was ooit de planning. Daar gaan ze dan. Jeetje. Indrukwekkend. In zijn avonduren heeft hij ook een hele zware baan. Het is ongelooflijk.
Ja, dan de laatste vraag. Wat kost het? Dat ding is niet in de winkel. Die kan je maar niet zo kopen. Dus die moet je of laten bouwen, of tweedehands kopen, of zelf bouwen. Nou, dat laten bouwen, dat kost een astronomisch bedrag. Mannen of schepen, het is geen seriebel. Gewoon out of the question. Dat is niet aan de orde. Tweedehands kopen, helaas. Ik denk dat er 4 of 5 rondvaren wereldwijd, de F39. Ja. Er is ooit een werf die heeft geprobeerd dit een commercieel aan te pakken. Nou, die is erop kapot gegaan. Want er zit gewoon waanzinnig veel uren in. Niet alleen als zelfbouwer, maar ook voor een werf. Omdat er eigenlijk helemaal geen seriematigheid in zit. Het voordeel van dat zelfbouwen is dat je het financieel natuurlijk heel erg gespreid doet. Elke maand kost dat gewoon een hoeveelheid geld. Je moet spullen, dat gaat natuurlijk wel met pieken. Hè? Je moet spullen kopen en weet ik wat. Het kost een bootbuk per maand. Bijna een bootbuk per maand. En dat gaat volgens mij nooit ophouden, of je nou bouwt of vaart. Nou hoor ik jullie denken. Wat is nou weer een bootbuk? Nou, dat is heel simpel. Een bootbuk is de lokale munteenheid voor alles wat met boten te maken heeft. Maar als je nou vanavond thuis bent, zoek even op Wikipedia. Ik moet even rekenen en dan, nou ja. Goed jongens, het afgelopen jaar was voor mij uitermate hectisch. Ik stond in huizen en dat pand, daar zijn andere plannen mee. Dus ja, die boot moest er uiteindelijk weg. Elk weekend, elke avond, elke vrijdag vakantie moest er aan die boot gewerkt worden. Om te zorgen dat die, nou ja, hier nu op 2 april achter het huis ligt. Oei! Staat een film of niet? Ja, dat staat een film, ja. En waarom kan die nou wel? Wat hebben ze nou gedaan? Kijk, dat is een huis. Nou, je kan het nog hoor. Ah, dat kun je hartstikke goed kijken wat de knoopje legt. Nou, nee joh. Ja. Wat die 1000 uur per jaar betreft, dat heb ik dus niet gehaald. Ik kwam hooguit aan de 600, 700 uur. Zo'n beetje in je vrije tijd naast je werk. Met een verlies aan ja, toch een heleboel sociale contacten. Want ik was eigenlijk altijd maar aan het werk. En heb nog veel goed te maken wat dat betreft, denk ik zo. En natuurlijk, als laatste, Monique. Dag. Monique en mijn kinderen voor de ja, toch onvoorwaardelijke steun. Het is natuurlijk geen sinecure om met zo'n bootjesgek getrouwd te zijn. Hè? Dus we gaan straks heel voorzichtig met Monique en Annemarie kijken of we de officiële handelingen kunnen verrichten. Maar ja, wat ik zeg, het is glibberig en nat. Dus ik hoop dat we het zonder zwemmen kunnen voltooien. Dat hoop ik ook. Voor elkaar krijgen. Maar goed, dat is wel een hele goede reden om hier nog eens een keer terug te komen.
jullie je allemaal apart dan natuurlijk, hè. En dan laat ik met alle plezier, nou ja, alle ins en outs van die boot zien. En dan geef je ook eens een schuurpapier en dan kan je nog een beetje mee. Oh ja. Hey, goeiedag man.